Tuesday. Is net zo duur als goede. Ochtendgloorsmaak in je mond. Doet je het krieken van de dag vermoeden. Gouden kiezen in de morgenstond. Hanen draaien mee met alle winden. En ze kraaien van plezier. Ik kan mijn draai niet vinden op zo'n morgen om 3:30. Beschouw je je bril als een handicap? Nou, in het begin wel. Toen ik dus vlak voordat ik geboren werd, was het heel lastig om dus de weg naar buiten te vinden, zou ik maar zeggen. En toen dat eenmaal gebeurd was en de dokter mij tegen het licht hield en zei dat zou wel een brilletje worden, toen heb ik dat geaccepteerd en ben ik ermee leren leven. Contactlens is dus niets voor mij. Maar mijn bril is wat bijvoorbeeld voor Jan Jansen ook zijn bril is. De professeur, dat ben ik ook. De man met de bril. Ja, ik vind dat mensen die brillen hebben, die moeten dat ontzettend goed beseffen. Ik wens ze ook te discrimineren. Als ik mensen zie, dan discrimineer ik onmiddellijk weer in. Dat zijn de brillen en dat zijn de niet-brillen. Brillen zijn akelige dingen hoor. Ik bedoel, je kan die mensen ook nooit, als je ze een keer een goede klap wil geven of zo, dan roepen ze altijd pas op voor mijn bril en zo. Dat vind ik kinderachtig. Dat is met contactlenzen veel aantrekkelijker. Tussen de middag is tussen de morgen. 12 uurtje prop je in je mond. Kruimels vallen op je broek als zorgen. Als de zon niet in het zenit stond. Platen draaien mee op alle toeren. En ze krassen van plezier. Ik draai u mijn laatste loeren. Veeg het stof van de saffier. Doen jullie het voor geld? Alles. Tuurlijk, we doen alles voor geld. We zijn... Nou, toch wel de grootste geldwolf uit de business. Ja. Ja, we jagen achter alles waar we maar enigszins geld mee kunnen verdienen, jagen we achteraan. En dat sturen we met geweldige grote bakken. We hebben pas een kleine zending wapens naar Vietcong gestuurd. De allernieuwste modellen die dus in de artillerie-inrichting gemaakt zijn. Ja, want het is een ongelijke strijd daar, het is niet leuk meer. De strijd moet gelijk zijn, anders ploegen is het niet moeten leuk. Tegen elkaar opwegen gewoon. Jullie zijn dus politiek geëngageerd. Ja, geweldig. Toen Van Dijk naar Ajax ging, zeiden we ook, nu wordt Ajax weer te sterk. Ja, dat is niet leuk, hè? Dat is niet goede verdeling. Dan je moet de wapens verdelen, anders blijft het niet voortduren. Dus als wij straks wat geld verdienen, kopen wij Jan Mulder bij Anderlecht weg en geven die aan Feyenoord. Tussen de wagens en tussen de wielen. Spitsroeden rijden in de stad. De laatste verse lucht in de ventielen. Werkerswereld in het wisselbad. Wielen draaien mee om alle assen. En ze gieren van plezier. Ik stik haast in de uitlaatgassen. Zet hem nog eens in zijn vier. Hoe oud is het publiek? Nou, het publiek bij de NCV is 12 jaar.
Een kind van 12 jaar, als u kijkt en u bent lid van de NCV, dan bent u niet ouder dan 12 jaar. Dat kan niet. Dat wordt gesteld. Ben je bij de andere zuilenlid? De AVRO zal 12,5 zijn. Een soort koperen kijker. De VARA zal tot 15 gaan. Een soort koperen kijker. De VARA gaat hoog. De VARA grijpt hoog voor arbeiders, grijpt de VARA erg hoog. Vind ik. Die zou iets lager kunnen, vind ik wel. Hoe bejaard is jullie publiek? Wij zijn voor het publiek van 88. Ja, dat proberen we. Misschien zijn we dat niet, omdat we zelf jong zijn. En dan is het altijd moeilijk om bij ouderen aanspraak te krijgen. Maar in principe zijn we van 88. Voor opa's van 88. En dan voor iedereen van 88? Ja, voor iedereen van 88. Zonder... Mannen en vrouwen. We hebben laatst een vrouw gehad. Die heeft zich ook geweldig geamuseerd, moet ik zeggen. Het publiek heeft ons ook geregisseerd. We zijn teksten gaan brengen. En als de mensen niet reageerden of slecht reageerden, dan ging het eruit. Dat betekent niet dat wij een verkeerde gevolgtrekking hebben genomen. Van oké, wij weten nu wat het publiek leuk vindt en we geven ze dat. Dat is, nou ja, je mag het nooit zo stellen. Je mag niet zeggen dat je daar echt van uitgaat, hoor. Maar je kan wel zeggen dat je dus met een zeker bewustzijn probeert die mensen constant meer te geven dan ze verwachten. Zie de maan schijnt door de bomen makker, leunend lallen op de kruk. 20 uur al oude klare wakker. En waar vind je je geluk? Kranen draaien mee met alle handen en ze bruisen van plezier. Draai me in de laatste standen. 21 glazen bier. Wat was de gelukkigste dag in je leven? Nou, de eerste keer dat ik op toneel stond. In een deinende zaal. Ik weet niet wat ik gezegd heb. Maar ik zag alleen maar bezweten mensen omhoog springen en mezelf voelde ik dat ik rood was. Ik ben altijd rood als ik optreed. Ik word heel zenuwachtig. Rare vlekken kreeg ik. Gelukkig dat het geen kleur is. Nee. Maar nou, nu ben ik ontspannen. Maar toen had ik dat wat ik nooit altijd gezocht heb, nog nooit teruggekomen. Dat gevoel, die roes van het is niet meer belangrijk wat je zegt. Het orgasme eigenlijk. Ja, het is er. De mensen die... Mijn gelukkigste dag moet nog komen. Nee. Jawel. Jij hebt zoveel gelukkige dagen gehad. Ja, maar de gelukkigste toen je debuteerde in het Nederlandse team. Nou, dat is ook wel gelukkig. Dat is toch geweldig. Maar dat is maar even gelukkig. Waar draait het eigenlijk om in het leven? Waar draait het allemaal op uit? Jij die mijn hersens hebt gegeven, waarom draai je me niet uit? Het draait om mijn oren, het draait voor mijn ogen. Waar draaien we voor? Wie heeft wie bedrogen? Als het dan niet draait om de ziel van de fles. Als het niet draait om de as van mijn sigaret. Geef me dan even een seintje, dan stap ik rustiger uit bed. Dames en heren, dit was Dan. Verslag op dinsdag van de KRO. Samenstelling Tom Huistee en Kees Boonkes.